als je begrijpt wat ik bedoel. Wink, wink. Oh. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog en die kunnen we van start gaan. Maar niet voordat ik jullie heb gevraagd deze vlog te liken en je te abonneren op dit kanaal. En als je dat dan gedaan hebt, druk dan gelijk het notificatiebelletje in. Zo dat je een berichtje krijgt wanneer ik een nieuwe Sexy Beast heb geüpload. En dat gezegd hebbende... ik wil het zo graag. Kunnen we beginnen? Kunnen we beginnen? Ja, we kunnen beginnen. Ik dacht dat je dit nooit zou vragen. En dan gaan we de dag doornemen, want daar is het tijd voor. Yeah! Ik ben een beetje gespannen, want... iemand... die had een beetje geklaagd over het feit dat ik in het begin, als ik de dag doorneem, zoveel in mijn handen klap en met mijn vingers knip. Als ik al dat haar uit mijn gezicht krijg. Want dat vindt ze niet fijn, dus ik ben me nu heel erg aan het inhouden om dat niet te doen. En ik vind het best wel lastig. Het is zo spannend. Oh, we gaan de was doen. Oeh, dat mag niet. Eigenlijk is er niet zoveel was, maar Dennis wil één polootje gewassen hebben. Dus dat moet ik doen. Oké, prima. Wassen. Oh ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? Ik kan niet meer nadenken. Ik moet klappen en met de vingers knippen om na te denken. Snap dat dan. Oh, ik alsjeblieft één keer klappen? Alsjeblieft. Oh. Ik weet het echt niet meer. Ik wil het zo graag. Maar ik mag het niet. Wat gaan we nog meer doen? Ik ga vandaag naaien. Naaien. Ik ga jullie laten zien hoe goed ik dat kan. Maar gewoon een knopje. En een blouseje. Die ga ik naaien, want die zijn kapot. En ik doe dat niet zo heel erg vaak naaien nou. Oh. Boven is hij zich aan het aankleden. Maar we gaan Dennisje ook nog een dag zeggen. Oh, en ik ga rotti maken. Maar dat is pas aan het eind van de dag. Surinaamse rotti. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wink, wink. Dus dat kan nog leuk worden. Dus dat gaan we vandaag doen. En het is maandag, dus het wordt gewoon een standaard dag. Ik ga misschien ook nog even bij mijn schoonmoeder langs. Want mijn nichtje is daar. Dan ik die gelijk ook even zien. Kleine Sofietje. Nu blijft hij slapen twee nachtjes. Maar ik niet. Dus waarom vertel ik jullie dit? En ik ga gewoon even hallo zeggen tegen mijn nichtje Sofie. Ik ben helemaal in de war ervan. Dat was het eigenlijk wel. Oh, ik ga ook even mijn tas inpakken, want we gaan morgen naar Maastricht. Dus dat gaan we doen vandaag. Ik wil zo graag knappen. Nog even herhalen. Wat gaan we doen? Naaien. Wandelen, want dat is goed voor de lijn. Rotti maken. Gaan we morgen naar Maastricht? Ja, we gaan morgen naar Maastricht. Echt waar, mensen? Ja. En dan wordt er nog wat meer dan. Bij mijn schoonmoeder langs, Sofie knuffelen. Oh, ik wil zo graag klappen, maar ik mag het niet. Nou, misschien eet je dan. Niet verder vertellen. En dat was het voor vandaag. De dag kan beginnen. We gaan Dennisje even gedag zeggen, want hij gaat naar zijn been. Wil je ook werken? Ja? Heb je gedoucht, poppo? Jo. Zo nat is het hem. Nee, hij viel me. Dat schatje. Ja, van het shirtje. Tot later. Wassen, ja, ga ik doen. Veel plezier. Dank je wel.
zie het. Veel plezier, waarmee? Wat ga ik doen dan? Weet jij iets wat ik niet wil weten? Herr Vögel, wollen Sie auch Spaß machen oder nicht? Hallo? Jawel! Ook vandaag laat ik jullie zien wat ik aan heb en het is dit geworden. Hetzelfde t-shirt als gisteren, want ik voel me nog steeds Superman, bitch. Dus dat. Maar wel met een andere broek. Deze harenbroek die ontzettend lekker zit. Want die is super luchtig. En het is echt een broek. Alleen het kruis zit heel laag. En mijn witte gimpjes eronder. Nou, wat willen mensen nog meer? Niets, want het is prachtig maar weer. En ik heb me super, super leuk aangekleed. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Dacht ik zo. Nou, dit is het. Hier zullen jullie het mee moeten doen. Ik in ieder geval. Ik ga lekker even wandelen. En dan kom ik later bij jullie terug. Jawel. We zijn weer lekker aan de wandel. Dikke, dikke wandel. En je ene voet voor je andere uit. La 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 la. We gaan het gewoon even doen. Ik heb hier een blouse. En daar is een knoopje van af. Hier hoort hij ergens. En die gaan we er even aan zetten. Hier is het knoopje. Wacht even. Tada! En hier is mijn naaidoos. Heb jij ook een naaidoos? Ik heb wel een naaidoos. En dit is hem. Wacht even. Even mijn bril erbij op. Eerst even kijken hoe die andere eraan doet. Oké. Een naald. Moet je dan hieruit zitten pielen? Nee, want ik weet ook niet of er verschil zit tussen de ene en de andere naald. Maar prima, niks meer aan doen. Zwart of blauw? Nee, zwart. Zwart. Draad. Waar is het begin? Dit is echt pas sinds een jaar waar dit voor is, hè. Ik heb dus altijd om mij zitten pieden. Dit is zo... Dat kan dus heel makkelijk. Even met die er doorheen. Zo dus. Draad doorheen. Dat is weer auw. Nou, wacht even. Auw. Ja. Ik heb echt geen idee. Zo, nou, ik vind het wel welletjes. Twee uiteinden. Nou, mensen. Ik heb het gewoon gedaan. Super knap van mezelf. Tada. Tada. Ah, hij zit er aan. Hij zit niet echt op de goede lijn, maar goed. Dit is het.
2. Nou, maakt niet uit. Beter hier en zo kunnen doen, maar nu zit het aan de buitenkant. Voel je lelijk. Maar ik, wat ik al zei, ik schrap het toch altijd op, dus je ziet het helemaal niet. Tadaa! Opgelost. Ik ben bij mijn schoonmoeder en ik ga nu even kijken hoe Sophie, mijn nichtje, aan het chillen is. Is dit je slaapkamertje bij oma? Ja. Oh, wat een gezelligheid. Weet je wie dit bed in elkaar heeft gezet? Jij? Ja, met oom Dennis. En ik ben er aan het vallen. Ja, ik zie het. Heb je het leuk gehad met oma? Ja. Fijn. Nou ben je ineens verlegen. Nee, ik ben verdwenen. Oh, dikke doei. Bye bye. Bye bye. Nou, Den Bompa is laat. Dus ik ben maar vast begonnen met het maken van de Surinaamse roti. Het is weer zo'n vers pakket van de Albert Heijn. Daar heb ik aandelen in. Nou, het is veel snijwerk. Dat is niet mijn favoriet, maar goed. En ineens zitten wachten op Den Bompa. Die zal zo wat tijd komen. Ik kan heus wel mijn eigen boontjes toppen hoor. En daar hebben we. Hallo. Nee, ik ben nog niet terug. Hallo. Heb je al dingen gemaakt? Ik ben niet meer bezig. Het ruikt lekker, hè, die roti. Nee? Nee. Oké. Terwijl dit lekker staat te pruttelen op een laag vuurtje, denk ik toch dat het de hoogste tijd is geworden om deze vlog een beetje leuk en schappelijk af te sluiten. Dan had ik wel enigszins een ideetje hoe ik dat zou doen. Maar laten we vooral nog heel even naar Den Bompa kijken. Dag Den Bompatje. Hallo. Het is bijna klaar. En daarom sluit ik deze vlog af met de wijze woorden. Dikke doei. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dikke doei.